dagboek van Chantal. Hoi, welkom bij mijn februari filmpje. Het is weer een maandje verder. En ik was vol goede moed begonnen in januari met iedere maand mijn breidagboek filmen. En vast te leggen wat ik allemaal maak. En toen dacht ik, oh, dan ga ik steeds iedere keer in de maand een stukje filmen. Maar deze maand liep dat even wat anders. We zitten inmiddels al half februari. En de maand begon met griep hier thuis. Joep en ik hadden allebei flinke griep te pakken, hoge koorts. En dan lig je er even goed af. Dus geen filmen. Ook niet eens zoveel breien. Dat viel ook wel tegen. Maar goed, nu ben ik er. Half februari. Ik ben dus wel verder met mijn breiwerkjes. Dus er valt ook wat te laten zien. Voordat ik vertel wat ik allemaal gemaakt heb, wil ik eventjes vertellen. We gaan op wintersport vannacht. Dus ik ben nu aan het filmen tussen het inpakken door. De kindjes zijn eventjes bij opa en oma, dus ik heb mijn handen vrij om in te pakken. Maar het meeste is nu ingepakt, dus ik kan nog even gauw laten zien hoe ver ik ben met mijn breiwerkjes. En ik dacht, het is ook wel leuk om even te laten zien wat neem ik mee op wintersport om aan te breien. Het is een eindrijden. Dus ik ben gezwicht, mijn ogen zijn goed. Maar ik heb toch zo'n neklampje gekocht. Een heel lelijk ding, vind ik zelf. Maar goed, het schijnt wel te werken. En dan heb je een lichtje in de auto. We gaan 's nachts rijden, dan kunnen de kindjes lekker door slapen en... hopelijk kan ik dan even goed breien in het donker. En waar ga ik dan aan breien? Nou, aan het truitje waar ik mee bezig ben, die ga ik je zo laten zien. Maar ik dacht, het is natuurlijk ook nog wel makkelijk om aan sokken te breien in de auto. Dus ik heb ook een tasje klaargemaakt. Mijn sokkenbreitasje met het welbekende spiekbriefje erin. En met dit mooie groene wolletje. Misschien herken je hem. Hier heb ik de muts van gebreid, die je in het vorige filmpje kan zien. En ik heb nog twee van dit soort bolletjes over. Dus echt meer dan genoeg om sokken voor Joep van te breien. En misschien wil Puk ze ook nog wel. En het zou nog wel eens kunnen zijn dat ik dat er allebei uit krijg. Dus ik dacht, dat is een leuke. Kan ik mijn voorraad opmaken. En kan ik die breien onderweg. Dus die neem ik mee. En voor het geval mijn truitje tijdens de vakantie of onderweg al afraakt, heb ik natuurlijk ook wol mee om een nieuw project te beginnen. En ik ben eerder op de ontmoetdag geweest bij Truida Baas. Zij organiseert dat eens in de zoveel tijd in een schaapskooi in Lunteren. Dan zit je niet tussen de schapen, maar wel in een prachtig schuurtje met hele leuke mensen. En daar kwam ik Janne Maakt tegen en ik kocht bij haar twee handgeverfde strenge sokkenwol. Ze heeft een heel mooi logo, Janne Maakt. En zij verft met de hand met producten uit de natuur. Dus deze strengen zijn gemaakt van rietpluim. En je ziet, het is sokkenwol, 100 gram, 450 meter. Ja, en ik vind ze echt prachtig. Ik heb er twee gekocht. Joep's lievelingskleur is groen. Dus ik dacht, dan ga ik een keer wat voor Joep maken. Puk heeft al twee truien en een jurkje. En Joep heeft één trui. Dus ik dacht, nou, het wordt wel tijd dat ik voor hem wat ga maken. En ik heb deze twee gekocht. Dus helemaal in het groene thema. Groene wolletjes gaan mee.
Zoals je ziet zijn ze niet exact hetzelfde. De een is veel donkerder dan de ander. En zo kan je het beter zien. Dus ik ben van plan om het ene rijtje met de donkere te doen en dan het volgende ronde met die en dan weer met die, dan weer met die. Dus afwisselend, zodat je het niet ziet dat het twee verschillende bollen zijn, maar dat je juist een heel gemêleerd project krijgt. En ik denk erover om de Harold sweater te maken van Petite Knit. Maar dat kan nog veranderen. Maar ik zou moeten uitkomen met 200 gram, maat 6, 7 jaar. Hij is 4, maar ik kies er altijd voor om een grote maat te breien. En dan kan het een tijdje mee. En hij is wel wat, wat langer dan de gemiddelde 4-jarige. Dus ja, die gaan ook mee. En dan het truitje waar ik nu aan werk is de Puff Tee van Knitting for Olive uit het boek. Ik heb vorige keer het boek laten zien. Ik ben al lekker opgeschoten. Ik ben onderaan de boord van het lijf bezig. Dan moeten de mouwtjes nog, maar het is een t-shirt dus hij heeft korte mouwen. Dus ik denk dat ik daar wel vrij vlot doorheen ben. Ik zal hem eventjes laten zien. Even kijken. Ik heb hem even op een houtje gedaan. Kijk, zo ver ben ik nu. Je ziet die mouwen, die zijn echt wel gigantisch. En ik ben dus onderaan met de boord bezig. Die moet 8 centimeter worden. Dus nog een klein stukje en dan is die boord af. En dan is het een kwestie van de mouwen gaan breien. Hij heeft een mooie dubbel geslagen boord hier. Ik kreeg een berichtje van iemand op Instagram die zei... ik heb dat ook geprobeerd, maar bij mij wordt hij veel te strak, krijg hem niet meer over mijn hoofd. Bij mij is het geen probleem, maar je zou dan ook ervoor kunnen kiezen om de ene steek wel samen te breien en de andere steek niet. Dan heb je iets meer rek erop, dus dat is een tip voor als je denkt, hey, hij wordt te strak. En ja, ik vind het echt, het voelt gewoon als een wolkje. Het zijn twee draadjes mohair. En ja, het is gewoon zo zacht, zo zacht. Heerlijk. Ik kan niet wachten om hem te gaan dragen. Dus ja, daar ben ik ook mee bezig. En ja, als ik ermee verder ben, dan kom ik weer in de lucht. Ook een filmpje vanuit de gondel. Zoals jullie zien is het heel groen om mij heen. Met af en toe een klein beetje wit. Kijk even, zo kan je het nog iets beter zien. Lekker veel breitijd. Vandaag niet geskiet. Vandaag had ik Puk bij me. En morgen ga ik weer lekker de piste op. Maar de sneeuw, ja, je kan het geen sneeuw noemen. Het is eigenlijk pap. Dus, nou ja, we breien en we skiën en... We hebben het heel gezellig met z'n allen, dus we wisselen het gewoon lekker af. Een mooie wintersport zo. We zijn in Sul, Oostenrijk. En Joep is voor het eerst op skiles. Puk mag spelen en dan 's middags ook een beetje op de skietjes spelen.
Zo hebben wij onze handen vrij. Maar vandaag had Puk geen zin, dus die was vandaag bij mij. En nu ga ik Joep weer ophalen van skiles bovenaan de berg. Dus lekker onderweg. Nou, doeg! En welke ik ook af heb, is de Puff Tea.
Ik heb dit patroon van Knitting for Olive gebreid. Het is een t-shirt met pofmouwtjes. Ja, hoe laat je ze ook zien? Zo. En het is heerlijk zacht. Iedereen is helemaal into de rustieke garens. Ik vind zacht en soepel wel heel erg lekker om mee te breien. Dit truitje, ik kijk af en toe naar buiten, want het hele gezin is buiten aan het spelen. Misschien hoor je het af en toe ook op de achtergrond. Maar goed, ik ben eigenlijk nooit meer alleen thuis. Puk gaat nog niet naar school, dus dit zijn de momentjes dat ik even wat op kan nemen. Kan dus zijn dat er zo iemand binnenkomt, maar goed, dat zien we dan wel. Dit truitje was heerlijk om te breien, niet ingewikkeld. Ik denk echt als je al eens een truitje gebreid hebt, dan kan je dit zeker maken. Recht moet je breien, recht averecht en een paar meerderingen en dan kan je dit. Dus echt een aanrader. Ik heb het gebreid in Knitting for Olive Soft Silk Mohair in de kleur Marzipan. Zo kan je die kleur een beetje zien. Het is een soort off-white. Neigt naar grijs, bruin, beige. Er zit van alles in. En ja, gewoon een heerlijk patroon. Ik heb hem ook al aangehad. Dat heb je nu al gezien of dat voeg ik nog in. En ja, wachten op het voorjaar, want dan kan ik hem echt gaan dragen. Heel fijn truitje. Wat nog wel zo was, ik was aan het breien aan die mouwen. En op een gegeven moment was ik de boord al aan het breien. Toen dacht ik, wow, die is wel heel breed. Toen bleek dat ik veel te veel steken had. En toen ben ik gaan kijken. Ik dacht, het klopt gewoon niet. Dus ik heb het weer uitgehaald. En ik heb toen gezocht naar errata van het boek. Dus een soort van verbeteringen van het boek. En toen bleek dat er best veel verbeteringen van het boek zijn. Dus ik weet nu voortaan, als ik iets uit dat boek wil breien, uit het boek van Knitting for Olive, dat ik dan dus ook echt moet zorgen dat ik die errata eerst kijk, die verbeteringen. Want er was dus gewoon twee rondes, waren niet in het patroon vermeld. En die moest ik wel breien. Dus ik heb het uitgehaald en dat ging prima. Wat ik dan doe is, het zijn twee draadjes mohair en dat blijft lekker aan elkaar kleven. Dus ik haal het als één draad af. Dus ik wind het dan om mijn hand. En dan heb je daar één bolletje van. En dan brei je een tijdje alsof het één draad is als je weer opnieuw gaat breien. Verder zie je er helemaal niks van. Dus truitje is af. Het is alweer het einde van de maand. Ik ga even vertellen hoe ver ik ben gekomen. En de februari sokken zijn af. Dus het idee van elke maand een paar sokken is gelukt. Deze zijn het geworden. Sokjes voor Joep. Ik heb geen sokblokkers voor zulke kleine sokjes. Dus ik laat ze gewoon even zo zien. En ik was gewoon die groene sokjes aan het breien. En toen zei Joep, kunnen er ook superhelden op, mama? Mario of zo? Toen dacht ik, ja, hoe ga ik dit nou weer doen? Dus ik ben creatief bezig geweest. Ik dacht eerst, ik ga met de duplicate stitch proberen om er overheen te gaan. Dat heb ik wel eens voorbij zien komen. Ik had het nog nooit gedaan, dus ik heb het uitgezocht. Maar ja, dit zijn zulke, het is donkergroen garen. En het zijn zulke kleine steekjes. Het is op een 2,25 mm gebreid.
Ik kreeg het gewoon niet voor elkaar. Zeker niet 's avonds in het donker. Dus toen dacht ik, ik ga het borduren. En dat is dit geworden. Niet perfect, maar goed genoeg. Iedereen ziet dat het Mario is tot nu toe. Dus vind ik het prima. Ik vond Mario een beetje ingewikkeld om mee te beginnen. Dus ik begon met dit paddenstoeltje. Toad heet die, heb ik inmiddels begrepen. Het heeft ook helemaal een naam. En dit garen had ik over van de muts van Kevin. Dus helemaal leuk. En ik heb nog heel veel over. Dus ik kan zeker nog meer paren maken. Puk heeft al een verzoek gedaan. Unicorn sokken. Dus nou, er staat nog meer te wachten. Februari sokken. Worden elke dag gedragen. Vanochtend was het al. Mama, waarom mag ik die sokken niet aan? Ik heb andere sokken aan. Sorry, ik wil ze even laten zien in mijn filmpje. Ik voel me al echt zo'n YouTuber. Maar het werd gepikt. Hij vond het goed. Dus we gaan het wel zien. De sokken. Wat ik nog wilde laten zien is, ik heb die sokken gebreid van dit garen. Malabrigo sok. Nou, in mijn januari filmpje staat exact welk het is. Oh ja, ik maak geen show notes. Dus ik schrijf niet onder deze video wat het allemaal is. Omdat ik dat veel te veel werk vind en ik brei liever. Het opnemen van deze filmpjes doe ik al echt tussendoor. En dat editen, daar steek ik ook wel veel werk in. Vind ik heel leuk om te doen. Maar om dan ook nog alles uit te schrijven. Als je een vraag hebt, stuur me een berichtje op Instagram en ik beantwoord hem graag. Maar daar gaat te veel tijd in zitten. Goed, dat sokkenwolletje. Ik heb normaal gesproken zo'n bolletje op tafel staan en dan brei ik daarvan. Of op de bank, net waar ik brei. Maar ik kreeg van Leontien Vrielink, oftewel de Navy Knitter, een yarncozy. En dat had ik nog nooit gezien. Je ziet ze nu wel steeds vaker voorbij komen. Maar het is een soort tasje. Heel simpel. Daar doe je je bolletje in. Je breidt met de draad vanuit het midden. En dan draait je bolletje niet. Dus het is super makkelijk om dan je sokken te breien. Ja, echt een aanrader. Leontien van de Navy Knitter verkoopt ze in haar Etsy shop. Echt in de leukste kleurtjes. Ga zeker eventjes kijken bij haar Etsy shop. Als je op Instagram naar de Navy Knitter gaat, dan kan je haar wel vinden. Ik weet niet of ze op Etsy Leontien Vrielink heet. Maar ja, zoek op de Navy Knitter en je kunt zeker de link naar haar Etsy shop vinden. Naast de yarncozies verkoopt ze steekmarkeerders, hele toffe project bags, tassen, steentjes, steekmarkeerders waar je een olietje op kan doen zodat je breiwerk lekker geurt. Ja, echt, ze heeft de meest leuke dingen. Hele mooie stickers voor in je breidagboek. Staan ook nog op mijn verlanglijstje. Dus ja, check haar shop. Echt een aanrader. En dit is dus nog wat ik over heb van de sokkenwol. Dus genoeg om nog meer paar te maken. En wat ik ook nog heb gedaan is de wolletjes die in onze huiskamer liggen eens goed opgeruimd. Alles lag door elkaar. Nou, dat viel mee hoor. Het had wel een vaste plek. Ik had een hele grote mand, een rieten mand en daar zat alles in. En dan een paar kratjes. Maar eigenlijk de wolletjes die in die kratjes liggen, die zijn het mooist. Dus ik heb die kratjes verplaatst naar een wat zichtbare plek in onze woonkamer. En nou, nu is het gewoon net alsof ik mijn eigen wolwinkeltje heb. Kijk maar.
Dit was het voor februari. Ik heb dus twee dingen af. De Pafti en de februari sokken voor jou. En ja, door naar maart. Nieuwe projectjes. Doei! Bedankt voor het kijken, hè? Moet ik niet vergeten te zeggen. Bedankt voor het kijken. Als je het leuk vond, geef een duimpje omhoog. Is alleen maar leuk. Dankjewel!